allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag echt een in-depth, uitgebreide video maken over hoe ik mijn gezichtsmake-up doe. Dus hoe je ervoor kunt zorgen dat je gezicht er echt flawless uitziet en dat het gewoon is alsof je facetune hebt gedaan in het echt. Als je me al een tijd volgt, weet je al, ik ben echt van de full glam make-up looks, lekker veel make-up en ik zorg er echt voor dat het er in het echt ook goed uitziet. Heel veel mensen denken ook vaak bij mensen als mij, die ze dan online zien, hebben ze iets van ja, het ziet er mooi uit op beeld en op internet, maar in het echt is het gewoon super dik en super ugly. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Ook in het echt is het mooi, ondanks dat je toch best wel veel op hebt, maar je moet dan wel echt best wel veel stappen doen. Veel mensen doen die stappen niet en dan wordt hun gezicht helemaal zo vies en dikkig qua make-up en dan gaan ze klagen over mensen online dat wij allemaal nep zijn, terwijl dat niet zo is. Maar wij doen gewoon een heel stuk meer om ervoor te zorgen dat het er in het echt ook wel goed uitziet, ondanks de vele lagen make-up. Ik adviseer ook echt om al deze stappen te doen als jij zoveel make-up op wil doen, want anders is het wel gewoon zo helemaal zo dik en zo ugly en dat wil niemand. Dus ik ga gewoon vandaag laten zien hoe ik ervoor zorg dat mijn huidmake-up, mijn gezicht er gewoon flawless uitziet. Dus ben je benieuwd hoe ik dat doe en naar al mijn tips en tricks? Laat dan gewoon vooral nog even kijken. Nou mensen, ik ben vandaag gewoon een en al panter. Ook mijn haarband is panter. I like it. Mijn haar zit vandaag niet heel mooi, maar ja, whatever. Ik ga vandaag dus geen hele heftige ooglook maken of wat dan ook. Dat knip ik er ook voor vandaag helemaal uit. Het gaat echt vandaag om mijn gezicht. Het belangrijkste is, het begint al met je dagcreme. Gebruik een dagcreme. Sla deze stap niet over, want je huid heeft gewoon die hydratatie nodig. En het zorgt er ook voor dat je gezicht iets meer flexibel wordt. Nou is het een beetje stroef, vooral mensen met een droge huid. Ik heb normaal tot droog, is je gezicht een beetje stroef. En als je er dan gelijk make-up op doet, dan is de kans groter dat je make-up sneller gaat afbreken. Ik gebruik altijd mijn Clinique ID dagcreme. En dit smeer ik dan gewoon zo over mijn hele gezicht. Mijn oog is nog steeds een beetje rood, want hij is echt ontstoken op wat er ook mee aan de hand is. Ik had het online opgezocht en ik moet dus naar een arts gaan, maar ik ga altijd pas naar mijn arts wanneer ik half dood ben. Dus ja, ik hoop gewoon dat het gewoon overgaat. Maar ik heb het nou echt al een aantal weken. Maar ja, hopelijk is het gewoon straks minder. Laat je crème wel even intrekken. Dan ga ik mijn gezicht primen. Mensen, onderschat deze stap niet. Een primer maakt echt verschil. Vooral als je echt heel veel make-up op gaat doen. Als jij nou gewoon een getinte dagcreme op gaat doen of zo, dan kun je dit misschien toch wel overslaan. Maar ik sla dit echt nooit over. Als ik er echt voor wil zorgen dat mijn huid er echt flawless uitziet, dan gebruik ik er twee. De eerste die ik gebruik is mijn By Kelsha Gold Elixir. Deze is echt super fijn en die breng ik dan aan over mijn hele gezicht. Dit gaat ervoor zorgen dat mijn make-up er beter op gaat en ook langer blijft zitten. Dit maakt mijn gezicht een beetje mooi smooth en een beetje plakkerig, waardoor de make-up er echt goed op gaat plakken. En om mijn gezicht echt mooi smooth te maken, wil ik ook mijn poriën verkleinen. Dus dan gebruik ik ook nog een pore filling primer. Ik heb hier die van Benefit, die is heel fijn voor hier op je poriën. Gebruik die niet over je hele gezicht, want het wordt echt een mes. Echt alleen maar op die plekken. Een goedkoper alternatief is de MUA Pro Base. Deze is ook speciaal voor je poriën. Is een blur stick. Alleen die werkt wel iets minder goed. Maar hij is oké voor de lage prijs. Maar ik gebruik gewoon die van Benefit. Zorg ervoor dat wel alles echt is opgedroogd. En dan pak ik echt maar een heel klein beetje. En dit druk ik dan gewoon in hier zo bij mijn poriën. En je moet het er echt indrukken, niet vegen. En dit maakt dan echt een stuk meer smooth. En het maakt het ook een beetje mat. Ik weet niet of je heel goed het verschil kunt zien. Ik heb het nou hier wel en hier niet. Hier is er nog helemaal een glans en hier is het helemaal mat en meer smooth. En dit doe ik dan ook nog aan de andere kant. Oké, nou ga ik beginnen met de foundation. Pak gewoon jouw favoriet. Het maakt in principe niet uit wat je gebruikt. Ja, op zich maakt het wel uit. Pak er wel eentje die echt goed werkt voor jou. Ik ga even een aantal laten zien die ik heel erg fijn vind. En dat is die van Benefit. De YSL vind ik ook heel erg fijn. Fenty vind ik ook fijn. Deze is nou echt een van mijn favorieten. En dat is die van Juvia's Place. En deze heeft echt een volledige dekking.
Twee betaalbare die ik fijn vind is de Maybelline Superstay en de Catrice HD Liquid. Die ik vandaag ga gebruiken is van Benefit in de kleur 4. Deze is super fijn en heeft een medium dekking. En ik gebruik mijn beauty blender. Ik gebruik altijd een spons, want dat vind ik gewoon super fijn. Wanneer ik een stick gebruik, dan gebruik ik mijn kwast. Dit is de Kabuki kwast van mijn Sarah Marie Cosmetics gezicht kwasten set. Maar ik gebruik weer vandaag mijn beauty blender. Belangrijk is, don't over-apply. Breng niet te veel aan. Zorg er echt voor dat je niet te veel aanbrengt. Vooral als je al goed dekt. Als je te veel aanbrengt, is het super moeilijk om weer terug te gaan. Dus begin altijd gewoon met een klein beetje en bouw het op als je nog meer wilt. Ik doe gewoon één keer zo ploep. Oh, ik heb hier een puist. Dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele gezicht. En ik ga dan gewoon zo door over de hele onderkant van mijn gezicht. De plekken die ik oversla zijn hier bij mijn wallen en op mijn ooglid. Want daar komt straks concealer. Dus die plekken wil ik gewoon schoner houden. Zodat het creasen minder wordt. Want als je allemaal product op product gaat doen, dan is de kans op creasing groter. Dus vandaar. Zo, nou dit was nou ongeveer 1,5 pomp. En dan pak ik nog een beetje. En dat is voor mijn grote voorhoofd. Oké, dan concealer. Ik gebruik dan ook van Benefit mijn concealer in de kleur 5. Vaak wanneer je een foundation en een concealer van één bedrijf gebruikt, dan werken ze toch het beste samen. Dus ik gebruik deze van Benefit in de kleur 5. Die is niet te licht en niet te donker. Gewoon, die matcht een beetje met de rest van mijn huid. En deze breng ik dan gewoon zo aan onder mijn ogen. Deze is by the way super fijn en hij creased niet. Dus dat vind ik top. Zo, nou wordt het zo verlicht hier en heb ik ook meer dekking. Ik doe het ook bij mijn kin, bij mijn voorhoofd en op mijn neus. Dit doe ik zodat alles gewoon mooi wordt verlicht. En het niet alleen maar hier is verlicht en dan hier allemaal donker, donker, donker. Maar dan is het zo mooi verlicht ook hier en hier een beetje bij mijn voorhoofd. En dan blend ik het weer in met mijn beauty blender. Ik gebruik de kant die ik ook heb gebruikt voor mijn foundation. Want dan blendt het extra mooi samen. En dan blend ik het zo uit helemaal. En dan met wat er nog een beetje zo op de spons zit, breng ik het ook aan zo op mijn ogen. Want dan wordt alles gewoon mooi zo één kleur. Want bij de meeste mensen, ook bij mij, is het zo hier een andere kleur. Een beetje donker en muffig. En doordat je de concealer dan ook zo daar aanbrengt, wordt het hier helemaal zo mooi verlicht. En ik heb hier een puist, dus dan ga ik daar ook een beetje mee overheen. Ik denk dat ik daar nog ietsje meer aan breng. Zo, en nou is alles mooi egaal. Poeder, eentje die ik geweldig vind, is de Biotuline poeder. Deze poeder hier, als je het goed kunt zien, die is te koop bij Douglas. Is wel duur, 40 euro. Ik heb nog geen goede betaalbare gevonden, dus als iemand iets weet, let me know. Maar deze is echt geweldig. Poeder opdoen is echt een must. Als je deze stap overslaat, wordt het echt een bende. En dit breng ik aan op de plek waar ik concealer heb gedaan. En zoals je kunt zien, het gaat altijd een beetje creasen hieronder. Vooral bij mij, want ik heb daar gewoon heel veel creases. Zo is mijn huid gewoon. Dus ik doe die eerst altijd een beetje weghalen. Want als je nu al poeder erop doet, dan gaan ze blijven. En dat is niet wat je wilt. Dus zo die haal ik een beetje weg. En dan pak ik met mijn spons een beetje poeder. En dat breng ik dan aan hier bij de concealer. En dan druk ik het er gewoon in, totdat het gewoon helemaal mooi smooth is. Je hoeft niet echt heel veel aan te brengen. En dan met wat er nog een beetje op mijn spons zit, ga ik ook zo hier. Dan is dat ook gelijk gezet. En dan pak ik nog een beetje voor bij mijn kin. En dan ook weer met wat er nog op zit, ga ik een beetje over de rest van mijn gezicht. Is jouw huid nou vettig? Breng het dan gewoon echt aan over je hele gezicht. Maar ja, ik hoef dat niet per se. Dus ik breng gewoon veel aan waar de concealer zit. En dan met wat er nog op zit, de rest van mijn gezicht. Nou, een extra stap die je echt niet per se hoeft te doen, maar die ik wel altijd doe. En dat is contouren met mijn NYX Contour Poeder Palet voor mijn neus en hier een beetje. Ik doe hier echt altijd maar een heel klein beetje. Gewoon om het een beetje te definiëren. En dan ga ik het hier een beetje uitblenden. Mensen, als je dit gaat blenden, blend alsjeblieft niet te hard. Want als je echt helemaal zo gaat doen, dan blend je alles eronder ook weg.
Dus vooral hier moet je er echt mee opletten dat je gewoon heel zachtjes zo blendt. Dan wat echt verschil maakt voor mij in smoothness, is ik pak altijd nog mijn Benefit Hello Flawless Pressed Poeder in de kleur Ivory. Is gewoon de lichtste kleur. Deze is niet meer te koop, maar ze hebben nou wel een andere. En dan ga ik met de spons nog hierin. En dit breng ik dan nog zo hier extra aan. En dit maakt voor mij altijd echt super veel verschil. Het verlicht het hier helemaal en maakt het nog extra smooth. En ik ga ermee over mijn contour om die meer in te blenden. Doe dit vooral niet als je huid extreem droog is. Want dan is het misschien echt too much. Maar ik vind deze stap echt ideaal. Vooral mensen met een vettige huid. Dit gaat er dan echt voor zorgen dat alles mooi op zijn plek blijft en alles. Dus echt deze stap. Is voor mij maakt die zoveel verschil. Zo, nou heb ik dus alles op elkaar geplamuurd. Ook echt een cruciale stap als je deze overslaat. Cake Face for Life. En dat is MAC Fix Plus. Ik zeg het in bijna elke video. Haal MAC Fix Plus. Er is geen andere spray die zo goed is. En ik heb echt veel sprays. En die zijn ook weer wel gewoon oké. Maar deze maakt zoveel verschil. Ik heb hem ook eventjes niet gebruikt. En ik zag gelijk verschil in mijn huid. Dit zorgt ervoor dat die dikkige, vettige laag weggaat. Dit dus zorgt ervoor dat al je make-up mooi in elkaar blendt. Je wordt gehydrateerd. Deze is echt geweldig. En die breng ik altijd nu aan wanneer alles er echt op zit. En I know, hij is duur, 20 euro, maar hij is echt waard. Kijk, ik heb ook gewoon backup hier. Want ja, ik moet die gewoon echt altijd hebben. Douglas heeft best wel vaak sale op MAC. En ik haal die MAC Fix Plus altijd in de sale. Ik betaal echt nooit 20 euro, ik betaal altijd 14 euro. Zo mensen, ik ga even snel mijn ogen doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou ik heb het gewoon heel makkelijk gehouden. Geen oogschaduw, niks. Wat we tot nu toe hebben gedaan was echt cruciaal. Wat je vanaf nu gaat doen, dat zal niet echt heel veel meer veranderen aan je huid. Ik ga nou mijn gezicht bronzen met mijn Benefit Hoola bronzer. Echt bijna alles is vandaag Benefit. Het is niet gesponsord of zo. I wish. En dit breng ik dan ook gewoon een beetje aan op mijn voorhoofd. Bronzer is het enige wat ik echt super veel aanbreng. Omdat ik er gewoon altijd heel gebronzen uit wil zien. Als blush gebruik ik mijn UMG Cosmetics Baked Blush in de kleur Golden Berry. Deze is nieuw en ik vind hem echt super fijn. Dit is een cosmetica bedrijf uit Amsterdam, gewoon van hier. En dan wil ik ook een glow op mijn gezicht hebben. Ik gebruik mijn Pixie Highlighter paletje. Die heeft heel veel mooie kleuren en ik ga deze twee kleuren met elkaar mixen. Belangrijk om te weten met een glow is dat een glow accentueert. Dus alles wat je wilt accentueren, breng het daar aan. Wat je niet wilt accentueren, breng het dan vooral daar niet aan. Bijvoorbeeld mensen met acne of een puist, die moeten echt opletten. Want als je dat aanbrengt op je acne of bijvoorbeeld ik wil het hier aanbrengen, hier op die puist, dan gaat het ervoor zorgen dat je hem juist nog beter ziet en dat wil je absoluut niet. Dus ik breng het altijd gewoon hier aan. Ik heb hier niet veel textuur, dus dat is ideaal. Waar ik wel enigszins wat textuur heb, is hier. Dus wat ik dan altijd doe, want ik wil daar toch wel een glow, maar ik wil het ook weer niet too much accentueren. Dus ik tap dit helemaal af. Er zit echt bijna niks meer op. En dan breng ik het gewoon een heel klein beetje aan. Gewoon net genoeg voor die glow, maar weer niet genoeg om echt al mijn textuur te accentueren. En dan breng ik het ook nog altijd een beetje aan op mijn neus, om die iets smaller te laten lijken. En dan breng ik het ook nog aan hier in mijn binnenste ooghoeken, om die wat meer open te maken en wat meer te laten sprankelen. En dan ook een beetje onder mijn wenkbrauwen voor een beetje een lift. Oké, ik doe even snel mijn lippen. Ik gebruik mijn MUA lipstick. Dit is in de kleur Secret. Die is zo mooi bruinachtig. En dan ook weer van UNG Cosmetics hun lipgloss in de kleur Instant Love. Die is een beetje bruinachtig. Oké, dan de allerlaatste stap. Het is de laatste stap, maar ook een van de belangrijkste. En dat is setting spray. Ook hiervan gebruik ik er twee wanneer ik er echt voor wil zorgen dat mijn gezicht er flawless uitziet. Ik begin eerst met de Revolution Hyaluronic Fixing Spray. En die gebruik ik om een glow aan te brengen op mijn gezicht. En dit zorgt er ook voor dat mijn gezicht weer extra wordt gehydrateerd. En dan als tweede gebruik ik er ook één, maar deze zorgt ervoor dat mijn make-up goed blijft zitten voor de hele dag.
En mensen, zoals altijd, alles wat ik vandaag heb gebruikt staat onder de video in de beschrijving. En dit was het dan. Dit is hoe ik ervoor zorg dat ik een flawless, egale huid creëer. Ook gewoon in het echt, terwijl ik toch best wel wat make-up op heb. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat iedereen hier iets aan heeft gehad. Het was vandaag echt een leren video. Die maak ik niet superveel meer. Maar ja, ik vond het wel weer leuk om weer zo'n video te maken. En ik hoop dat iedereen er ook echt wat aan heeft gehad. Ik ben echt heel blij met hoe mijn gezicht er nou uitziet. Het is gewoon heel mooi en gewoon alsof ik Facetune heb gedaan in het echt. En mensen, vergeet de stappen niet. Vooral alle fixing sprays die ik op heb gedaan, die zijn echt heel belangrijk. Want vaak als je die overslaat, dan wordt het wel een beetje dikkig en een beetje, ja, dat effect wat je niet wilt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!